Hey, goedemorgen Francis. Ik zal je eerst eventjes de basis uitleggen van het uitsnijden van een foto in een tekstobject. En daarna zal ik nog een tweede filmpje maken over hoe je allerlei dingen erin gaat gooien. Oké, we gaan beginnen met het openen van Photoshop. Ja, en dan ga ik een achtergrond pakken. Ik pak even deze, want die vind ik wel grappig. Ja, die komt nu dus in Photoshop. Ik ga nu naar mijn tekstbutton hier. En ik typ dan in jouw geval 50. Ja, nou, daar staat hij. Ik pak een Arial Black even voor de makkelijkheid. Dat is een mooi groot font. Arial Black. Oké, ik ga nu naar mijn Arrow Tool hier. En ga 50 uitrekken. Zo groot als ik wil. Ja, dus van rechts naar links en boven naar beneden. Ja, kijk, hier heb ik 50. Vrij groot. Nu wil ik zeg maar hier rechts wil ik de 50 onder de background hebben. Maar dat gaat niet, want de layer, de background layer is locked. Ja, zie je? Dus ik ga nu naar de background layer en dubbelklik. En dan komt er hier een nieuwe laag, een nieuwe layer. En ik kan de naam aanpassen, maar ik houd gewoon layer 0. En doe oké. Ja? Kijk, en nu kan ik wel die tekstlayer onder de background layer slepen. Zie je? Oké. Nu ga ik met mijn keyboard de option knop indrukken. Ik heb het over een Mac, hè? Niet over een Windows, maar een Mac. Dus ik druk option in. En ga tussen de layer en de tekstlayer staan. En dan verschijnt er een pijltje naar links en twee rondjes die in elkaar overlopen. Oké, als je die ziet, dan klik je. Kijk, en nu is de foto bewerkt in de tekstobject. Ga ik nu naar de layer 0 waar de foto staat, hè, de background layer. Dan kan ik nog de foto verschuiven. En allerlei aanpassingen maken. Oké, ik hou het zo. En ik klik op Enter. Nu ga ik naar de Text Layer 50. En ik ga naar de Effects button beneden. En ik maak een stroke. Ja, dan komt er een lijntje om 50 heen. En dan kan ik hier bij de size kan ik het nog aanpassen. Dus ik zeg, ik maak het 10. Dan heb je een mooi dun lijntje over je 50 heen. Ik kan ook nog zeg maar een schaduw eromheen gooien. Dat hij dan zeg maar een soort bepaalde lichtinval heeft met een schaduw. En dan kan ik hier nog de distance aanpassen. En de size. Dat hij een beetje doorzichtig wordt. En de spread ook nog. Zo. En dan heb ik een leuke schaduw om een tekstobject heen. En wat ik zelf nogal best wel mooi vind, is een bevel en een embos. Dan krijg je een soort button effect. Dan kan je hier nog de size kan je aanpassen. Zo. Ja, hier kun je een beetje mee spelen. En dan, maar dit is de basis. Hoe je dan zeg maar een tekstobject, een foto daarin zet. Oké, nog even enter. En dan kunnen we hem saven. En dan het liefst als PNG bestand. En dat doe je hier bij structuur, Photoshop. En dan PNG, want PNG is altijd een transparant bestand. Oké? Dus stel, ik heb hem nu gesaved. Even een ogenblikje. Mijn iMacje is ook niet meer zo snel als vroeger. Oké, ik ga hem nu even weghalen. En ik open een nieuw bestand. Even kijken hoor, een plaatje met deze bijvoorbeeld. Even kijken, zo. Kijk, die gooi ik in Photoshop. Dan heb ik hier een heel groot wit vlak. En dan pak ik dan de 50 die we gemaakt hebben. En kijk, hij is dus mooi transparant. Die sleep ik dan in Photoshop. Ja. En die kan ik dan zo met de spatiebalk hier gewoon inslepen. Zie je? In een nieuwe foto. En dan kan ik hem ook weer zeg maar kleiner maken. Aanpassen. Dikker, groter, dunner. En schuiven waar ik maar wil.
En zoals je ziet is ook de schaduw die ik heb gemaakt is bewaard gebleven in de 50. Enter. En we hebben hier dan de layer die we hebben gemaakt. Oké, dit is dan de basis tutorial. Ik ga nu een nieuwe maken met de wat gevorderde bewegingen. Tot ziens.